Alle parkeermeters in Den Haag worden vervangen. Nooit meer zoeken naar contant geld. Straks kun je alleen nog maar pinnen of chippen. Ik ben Nawal Bakali. En ik ben Herman Anninga. Dit is TV West Vandaag. Straks het verhaal over de parkeerautomaten, maar ook. Twee Hagenaars zijn opgepakt nadat er een lijk is gevonden in Brabant. Grote drukte bij de begrafenis van een man die omkwam in Australië. En betalen om te plassen op school. Goedenavond. Nooit meer op zoek naar klein geld als je wil parkeren in Den Haag. Want binnenkort kan je alleen nog maar betalen met de pin of met de chipknip. De gemeente is nu alle automaten aan het ombouwen. En deze actie levert de gemeente ook flink wat geld op. 60 parkeermeters worden jaarlijks gekraakt. De buit is meestal niet zo groot, maar het is wel een forse schadepost voor de gemeente van 3 ton. Daarom vervangt Den Haag alle parkeermeters in de stad. En kan er alleen nog betaald worden met een kaart. Dat is hem. Mooi, hè? Vindt u mooi? Ja, ik vind het wel mooi als het oude, ja. Een stukje meer techniek wat erin zit. Dat is ook weer uitdagend voor ons. Uitdagend voor de technici, maar daarnaast zijn deze nieuwe meters ook financieel interessant. Een muntparkeermeter is namelijk veel meer werk. Er gaan dagelijks 2 busjes de stad in. Die gaan alle parkeerautomaten langs. Dat geld komt naar kantoor, moet verwerkt worden, moet getransporteerd worden naar de bank. Ja, dat is gewoon een kostbare operatie. Dat hoeft niet meer. En daarom bespaart Den Haag jaarlijks 2,5 ton. Maar voor Hagenaars zijn de nieuwe meters nog even wennen. Mevrouw, u staat met muntgeld in uw hand. Ja, dat klopt. U kunt hier niet meer mee terecht. Is dat zo? Ik kom mijn auto ook al niet kwijt. Vindt u het makkelijker om te pinnen en te chippen? Of had u toch liever met de munten betaald? Ik had liever mijn kleingeld betaald, ja. Want? Ja, dat ben ik gewoon gewend. Ja, dat is makkelijker. Als je geen kleingeld bij je hebt, is het wel handig. Maar handig is jullie gratis parkeren. Eind 2013 zijn alle 1565 automaten omgebouwd. We doen het op een geleidelijke manier, zodat het publiek er langzaam aan kan wennen. Een klein kwartiertje kost de wisseltruc. En dan nog even controleren of de operatie is geslaagd. Mensen kunnen betalen. Mooi toch? Moet je daar nou blij mee zijn of niet? Toeristen kunnen trouwens volgens de gemeente ook gewoon blijven pinnen met hun bankpas. En dan, de politie heeft in de bossen van Bergijk in Brabant het lichaam van een man uit Den Haag gevonden. Het is nog onduidelijk hoe de 41-jarige man om het leven is gekomen. En de grote vraag is, wat deed het slachtoffer zo'n 150 kilometer van huis in een Brabants natuurgebied? De politie in Den Haag heeft 2 verdachten opgepakt die iets met zijn dood te maken zouden hebben. De familie van het slachtoffer stond maandagavond aan de balie van een Haags politiebureau. Deze man werd sinds maandag vermist. Zijn familie is maandag aan het bureau geweest om daar aangifte van te doen. De politie arresteerde dinsdagochtend 2 mannen van 31 en 32 jaar uit Den Haag. Hoe zijn jullie bij deze 2 mannen terechtgekomen? Ja, we hadden sterke aanwijzingen dat zij betrokkenheid hadden bij de man die wij gisteren hebben aangetroffen. Dezelfde dag nog vertrok een Haags onderzoeksteam naar een natuurgebied in Bergijk. De omgeving werd afgezet en tientallen politiemensen kwamen het bos uit. Daarbij werd ook een politiehelikopter ingezet. Ja, we hebben daar de hele dag gezocht. 's Ochtends vroeg zijn collega's van mij daar begonnen. En die hebben heel minutieus onderzoek gedaan, wat logisch is in zo'n zaak. En ze hebben uiteindelijk begin van de avond inderdaad een stoffelijk overschot aangetroffen. Hoe gaat deze zaak nu verder? Nou ja, komende dagen zullen deze 2 verdachten worden gehoord. En zullen mijn collega's ook van forensische opsporing uiteraard doorgaan met de werkzaamheden waar zij gisteren ook al mee begonnen zijn. Verdachten worden morgen voorgeleid en het onderzoek zal uiteraard ook van het weekend gewoon doorgaan. Wat de relatie is tussen de 2 verdachten en het slachtoffer is niet bekend. En de politie wil trouwens ook niet zeggen wie het slachtoffer is. Ze hebben alleen bekendgemaakt dat het gaat om een man uit Den Haag. Ja, dat ze in Leiden goed kunnen basketballen, dat wisten we eigenlijk al lang. Maar de sfeer in de Leidse 5 meihal is ook bepalend voor die sportieve successen. En het seizoen begint dit weekend. Afstandsschot van Javon Chabot! 3!
Ja, een onvervalste heksenketel daar in de 5 mei al. Straks meer over die basketbalspeaker. Eerst ander nieuws uit de regio. De 37-jarige trambestuurder die vorige maand van lijn 2 in Leidschendam werd gehaald, is ontslagen door de ATM. Uit test bleek dat de man onder invloed van drank was. Of hij ook drugs had gebruikt, wilde HTM niet zeggen. De man bestuurde vorige maand tram 2 in Leidschendam. En volgens passagiers gedroeg hij zich vreemd. En zo sloeg hij een paar haltes over en reed hij onvoorzichtig. De politie doet nog onderzoek naar de zaak. De gemeente Westland krijgt voorlopig geen nieuw gemeentehuis. De gemeenteraad kon gisteravond niet kiezen uit een paar verschillende plekken waar het gemeentehuis zou kunnen komen. Maar ze kwamen er niet uit en hoe deze politieke soap nu verder gaat, dat is nog onduidelijk. Leiders Ontzet is weer voorbij en de feestvierders hebben dit jaar minder rotzooi op straat achtergelaten dan vorig jaar. De Leidse straatreiniging is afgelopen nacht meteen al begonnen met het schoonmaken van de binnenstad. Er lagen vooral plastic bekers, etenswaren en blikjes. Het was natuurlijk een forse klus. Vandaag is nog de hele dag gewerkt. Je springt tussen een ruzie om de boel tot bedaren te brengen, maar moet het zelf met de dood bekopen. Het overkwam Henk van Oostrom uit Den Haag. De 39-jarige fan van ADO Den Haag en kassenbouwer is onder grote belangstelling begraven. Er kwamen ongeveer 200 mensen afscheid van hem nemen. De lijkwagen werd vanaf de binnenkomst op de begraafplaats begeleid door familie en vrienden. Zij moesten 4 weken wachten op dit moment, want zo lang duurde het voordat het lichaam van Henk uit Australië kon overkomen. Die jongen is helder goud hard, is voor zijn werk naar Australië vertrokken. Kon niet tegen onrecht. Hij wilde daar een ruzie voorkomen en dat heeft hij moeten bekopen met zijn eigen dood. De verslagenheid onder de vrienden, de echte vrienden, die is enorm groot. Ook onder de familie, die wens ik heel veel sterkte toe met dit grote verlies. En dat Henk er niet meer is, dat is een groot gemis voor familie en vrienden. Het was een jongen met een gouden hart, liet je nooit katsen, sprong altijd voor je in de bres, ook onder onze vriendenkring. Als hij zag dat een van zijn vrienden onrecht werd aangedaan, trok hij daar altijd partij voor. Hij was een jongen die oprecht was, eerlijk en hij hield niet van onrecht. En een groot ADO-fan. En een groot ADO-fan, dat was hij zeker. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, half kwartiertje! Haas kwartiertje! Haas kwartiertje! Haas kwartiertje! Henk van Oostrom werd 39 jaar en laat een vrouw en een dochtertje achter. En dan opmerkelijk nieuws in de krant vanochtend. Leerlingen van het Aloysius College in Den Haag zouden voortaan moeten betalen voor een bezoek aan de wc. Nou, dat zou weer hebben geleid tot een staking van tientallen leerlingen. Nieuws over plas is natuurlijk interessant en dus doken alle media erbovenop. En wij natuurlijk, ja, ook, Herman. Want het blijft een vreemd verhaal. Dus de eerste vraag is, klopt dit wel? Wij gingen maar eens op onderzoek uit. En als je dan wat leerlingen spreekt, lijkt er heel wat aan de hand op het Aloysius College. Heel veel banken en tafels zijn weggehaald op de 100 gang. De nieuwe directeur wil dat de basketbal weggaat en de pingpongtafels. In de tussenuren mag je niet meer naar buiten. Wel naar buiten, maar niet buiten de school. En we mogen geen telefoons en zo meer meenemen naar school en daarvoor gingen we staken. Het is duidelijk, de nieuwe rector, Henk Kemping, zou weinig populaire maatregelen genomen hebben en daar zijn de leerlingen boos over. Ik heb inderdaad wat maatregelen getroffen om te zorgen dat leerlingen beter presteren, beter kunnen leren. Laat ik een voorbeeld noemen. Er stonden nogal veel banken in gangen waar leerlingen soms in tussenuur of tijdens de les zitten. Ja, de kinderen praten niet altijd zachtjes, dus er wordt herrie. Daar hebben anderen in het lokaal last van tijdens lesgeven. Dus we hebben besloten om die banken weg te halen om meer rust in de gangen te creëren. Ja, en dat is kennelijk al een hele grote stap voor leerlingen, want waar moeten wij dan zitten? En andere maatregelen zijn telefoon uit tijdens de les en alleen nog pingpongen en basketballen tijdens de pauzes. Maar intussen is er allerlei maatregelen bij verzonnen, zoals betalen voor toiletten. En we moeten misschien in uniform. Nou, dat is gewoon humoristisch bedacht. Maar ja, een simpele krant als de metro denkt dat we moeten plaatsen en dan krijg je een sfeer als deze. De rector overweegt dan ook naar de Raad voor de Journalistiek te stappen vanwege de berichtgeving in Metro. Hij heeft deze maatregelen genomen om de leerprestaties te verhogen, zegt hij.
En zelfs leerlingen die gisteren meegestaakt hebben, snappen dat eigenlijk wel. Dus bijvoorbeeld bij scheikunde achter, daar stond dus een bank. Nou, iedere keer als je toets zat te maken, iedere 5 minuten moest de leraar naar buiten om de mensen aan die tafels tot de orde te roepen. En dat was gewoon niet leuk. Dus ik begrijp de argumentatie heel goed, ja. Ik zou zelf als rector het niet doen, maar ik kan heel goed begrijpen waarom hij het heeft gedaan, ja. Nou goed, Herman, we hebben natuurlijk ook gewoon met de metro gebeld om te kijken hoe het nou zit. De krant zegt in een reactie zich te baseren op verhalen van leerlingen. En volgens de journalist van Metro hebben ze gisteren de hele dag geprobeerd de rector te bellen voor een reactie, maar krijgen ze hem niet te pakken. En dus staat het gewoon in de krant de volgende dag. Laten we in ieder geval hopen dat niemand dit goede idee gaat overnemen. Straks in de rubriek Buurten, een bijzonder verhaal uit Voorburg. We hebben sinds kort een pleegzoon in huis. En hij komt vanuit een crisisgezin. Ja, nu mogen wij voor hem zorgen. Ja, en hoe dat afloopt met het pleegkind, dat ziet u zo meteen. Komend weekend begint het basketbalseizoen en ZZ Leiden is daarin weer een van de kanshebbers voor de titel. Maar behalve de sport is ook de show belangrijk in het basketbal. Martin Hoijmans is speaker en daardoor is hij de grote sfeermaker bij de Leidsclub. Dus 6 minuten voor tijd, dan fluit de scheidsrechter, kom ik op en dan is het altijd goedenavond, dames en heren. Nou, dan ga ik hier staan. Kosten nog moeite worden gespaard. Aanvankelijk hadden we alleen daar tribunes. Ja. Nu hebben we aan die kant hebben we een hele grote blauwe tribune erbij. Dus nu moet ik mijn aandacht verdelen. Bovendien komen daar de spelers vandaan uit het hok daar, zo waar de kleedkamers zijn. Dus eigenlijk, dan ga ik even met mijn rug naar je toe staan, eigenlijk sta ik maar dan maar meestal zo, zodat ik aan de ene kant mijn aandacht die kant op kan verdelen en de andere kant die kant op. Tweemaal voor nummer 5, Frank Turner. Basketbal is aan de ene kant natuurlijk sport, hè? Dat is sport, dat ziet er goed uit. En tegelijkertijd willen de mensen er ook nog iets leuks aan overhouden, ze willen een leuke avond hebben. Dus in dat jasje zit iemand die probeert op een professionele manier het amusementswaarde van die wedstrijd voor het publiek zo leuk mogelijk te maken. Dat is wat ik eigenlijk doe. Ja, ik heb er verschillende. Ik kan bijvoorbeeld zeggen 3! Of iets in die trant. Vorig jaar had natuurlijk Monte McGee die er nogal veel deed. Dus dan was het altijd Monte McThree of zo. Of als die op de lijn zat, dan werd ik Terry Sauce 3 of zoiets. Hè. Dus het is ook een beetje een trucje natuurlijk. Maar dat hoort met je stem laat aanzwellen, hoger. En ja, dat werkt. Ik hoor bijna een oh la 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 van Willem van Zuilen. Beste speaker die Martin. Zondag 21 oktober trouwens nog veel meer over ZZ Leiden. In West op Zondag ziet u dan een documentaire over het roemruchte verleden en het succesvolle heden van de basketbalclub. En dan gaan we naar de rubriek Buurten en vandaag zijn we in Voorburg. Ik zie een slinger op de ramen, dus ik vroeg me af of ik jullie misschien mag feliciteren. Ja, nou dat klopt eigenlijk wel. We hebben sinds kort een pleegzoon in huis. Dus we hebben een slinger op het raam gehangen met welkom, want hij is hartstikke welkom hier. Mag ik even binnenkomen? Ja, natuurlijk. Kom binnen. Hij is een half jaar oud, dus hij is nog heel jong. Ja, en hij komt vanuit een crisisgezin. Ja, nu mogen wij voor hem zorgen. Ik hoor hem al. Mogen we hem even zien? Nou, dat kan eigenlijk niet, want ik heb daar toch wel afspraken over gemaakt met jeugdformaat en pleegzorg. Het is geen geheim, wij zijn geen geheimplaatsing, dus in principe als we buiten lopen dan ziet ook iedereen hem. Maar om nou echt zo op televisie te doen, daar beginnen we nog niet aan. En heb je zelf ook kinderen?
Ik ben samen met een vrouw en dat gaat dan toch niet zo gemakkelijk als... natuurlijk gaat het ook wel gewoon, kan het ook gemakkelijk, maar wij hebben daar... Nee, ik heb zelf geen kinderen. Nee. Zo, gaan we lekker naar buiten. Ja. Voel je je nu ook echt op en top moeder? Nou, ik voel me wel een pleegmoeder. Ik bedoel, ik zorg voor het kindje van iemand anders. En daar kan ik heel veel liefde in kwijt. En daar, daar probeer ik zo goed mogelijk voor te zorgen. Ik denk ook wel zo goed als dat je misschien je eigen kind verzorgt. Maar er zal misschien een moment komen dat het, dat hij weer teruggaat. Dat zal best emotioneel zijn. Heeft u ook persikken? Persikken, ja. Of nectarines? Ja. Oké. Okay, ja. En ken je die moeder? Heb je haar ontmoet? Ik heb haar niet ontmoet, maar we hebben wel foto's en we hebben een naam. Dus we kunnen altijd ons pleegkindtaal ook op voorbereiden. Veel geluk nog met jullie pleegzoon. Ja, dankjewel. En tot ziens. Dag. Ja, ik vind het een mooi en bijzonder verhaal, toch? Ja. Ja, we wensen natuurlijk alle geluk van de wereld met die kleine. Fijn dat er dat soort mensen zijn, ja, toch? Perfect. Die op zo'n kind kunnen passen. Gaan we naar het weer. Huub, het was zowaar een beetje zondag vandaag. En we willen weten of dat zo blijft. Nou, de zon die komt pas op zijn vroegst weer zaterdag aan het eind van de ochtend. En in de middag ook wel weer hoor. Maar je kan het alweer een beetje zien. Hè? Morgen eigenlijk helemaal geen zon. Nee, wel veel regen, veel wind. Compleet herfst. Dat hebben we natuurlijk ook de afgelopen dagen gehad. Daar gaan we dus nog even mee door. Maar inderdaad, in het weekend lijkt het beter te worden. Meer daarover in het langere weerbericht. Dank je, Huub. Tot zover TV West vandaag. Meer nieuws is natuurlijk te vinden op onze helemaal vernieuwde website omroepwest.nl. Maar hoor je ook op 89.3 Radio West. Straks dus het uitgebreide weerbericht met Huub Misé. En daarna kunt u hier kijken naar Dat is Den Haag. En daarin gaan we met een kunsthistoricus naar mooie plekken in de stad. En wij zijn er morgenochtend vanaf 7 uur weer met het ochtendnieuws. Nog een hele mooie avond. Dag.